Woensdag 25 juni, dit is U Vandaag. Veel steunbetuigingen na dood Chris en Lisanne. Amersfoort blijft onrustig door pedofiel. En deze studenten verbouwen huizen in ruil voor een mooi cijfer op hun rapport. Goedenavond. Goedenavond. Welkom bij U Vandaag. De dood van Chris en Lisanne is hard aangekomen in woonplaats Amersfoort. Op het stadhuis is een condoleanceregister geopend. Of niet, Rick Dogger? Je merkt dat het overlijden heel veel Amersfoorters aangrijpt. Maar niet alleen hier op het stadhuis komen heel veel steunbetuigingen binnen. Ook op internet bewijzen duizenden mensen hun medeleven. Zometeen meer. Tot zo, Rick. Maar nu eerst ander nieuws van vandaag. De 28-jarige man die wordt verdacht van de moord op de Maastrichtse studenten Rianne Brouwer kan worden uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft de rechter in België bepaald. De vrouw uit Nieuwegein werd eind mei vermoord in haar nieuwe woning in Maastricht toen ze aan het verhuizen was. De moordenaar werd 2 dagen later in België opgepakt. Bij zorggroep Garim verdwijnen de komende jaren 350 tot 500 banen. Dat komt door de noodgedwongen reorganisatie in de zorg. Garim is onder meer actief in de regio's Veenendaal en Zeist. Vanmorgen zijn de medewerkers op de hoogte gebracht. Vooralsnog snijdt de zorggroep alleen in het personeel. Dubbele pech bij een autobrand op de A2 bij Vinkeveen. Niet alleen de auto brandde volledig uit, ook een gezellig avondje in Amsterdam ging in rook op. In de auto zaten kinderen die op weg waren naar een concert van de boyband One Direction. Maar ook de toegangskaartjes zijn bij de brand verloren gegaan. Overigens raakte niemand gewond. In estafette zijn familie en vriendjes van het Chinese jongetje Shen Qin uit Odijk vandaag naar Den Haag gelopen. Er zijn ruim 20.000 handtekeningen aangeboden aan Kamerleden. De 8-jarige jongen dreigt te worden uitgezet naar China. De estafetteloop is bedoeld als protest tegen de uitzetting van Shen Qin en 70 andere kinderen. Familie en vrienden van Chris en Lisanne zijn uiterst verdrietig door het nieuws uit Panama. Uit DNA-onderzoek blijkt dat de gevonden resten van zowel Lisanne als Chris zijn. De familie gaat ervan uit dat de 2 vriendinnen uit Amersfoort er niet meer leven. Ze hebben daarom een condoleanceregister geopend. Op het stadhuis in Amersfoort is onze verslaggever Rick Dogger. Rick, komen er veel mensen hun steun betuigen? Ja, met name het laatste half uur merk je dat het druk wordt. Woorden als woorden schieten tekort. Heel veel steun en onze medeleven, ja, dat wordt opgeschreven. Overigens, niet hier alleen in het stadhuis merk je dat mensen meeleven, maar ook op internet, op Twitter, op Facebook en op de condoleanceregister, de officiële van de familie op hun website. Ja, komen al duizenden steunbetuigingen binnen en je merkt toch dat het heel erg leeft. Ik heb vanmiddag ook even gesproken met de burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius. Hij is vanmiddag persoonlijk bij de ouders geweest, heeft zijn medeleven aan de ouders van Lisanne en Chris betuigd. En daarna kwam hij hier in het stadhuis om het condoleanceregister te openen. Het raakt Amersfoort heel erg diep. Het nieuws komt hard aan in Amersfoort. Sinds vandaag staan de foto's van Chris en Lisanne prominent in de hal van het Amersfoortse gemeentehuis. Op tafel ligt het condoleanceregister. Burgemeester Bolsius werd gisteravond op de hoogte gebracht van het laatste nieuws uit Panama. Dan ervaar je een enorme droefheid bij jezelf en je weet hoe de stad meegeleefd heeft met de families. Veel heeft gedaan om de zoekactie mogelijk te maken. En nu weten we dat deze 2 jonge Amersfoortse vrouwen omgekomen zijn in die jungle. Mensen die het register komen tekenen zijn verdrietig door het nieuws uit Panama. Ja, heel verdrietig, ja. Ja, en ik hoop maar wat je nog niet echt weet, hoe het gebeurd is natuurlijk. En ik hoop maar dat ze dat ook nog te horen kunnen krijgen. De burgemeester heeft vandaag persoonlijk zijn medeleven betuigd aan de beide families. Het condoleanceregister is ook na overleg met de ouders van Chris en Lisanne geopend. Ook de komende periode blijft Bolsius in overleg met de familie. Alle vervolgstappen die we doen, daar gaan we en de rust voor nemen. Maar het is ook de rust die we de families geven, gunnen, willen geven, om alles te kunnen verwerken. En ik doe dan ook aan iedereen een beroep om dat verzoek te respecteren. Tegelijkertijd weten de families zich omringd door de steun, het medeleven uit de stad, uit de regio, uit de provincie, uit het hele land. Nou, Lisanne en Chris waren vermist sinds 1 april. Ze waren vertrokken voor een wandeltocht in een natuurgebied bij Boquet in Panama. Sindsdien ontbrak ieder spoor en werd een grote zoektocht gestart.
Dinsdag 1 april. Lisanne Vroon en Chris Kremers worden voor het laatst gezien in Boket. Getuigen zien de vriendinnen aan het begin van het pianista-wandelpad. Twee dagen later wordt er groot alarm geslagen. Het nieuws sijpelt door in Nederland. De politie begint een grote zoekactie in Boket. Familie en vrienden delen op social media massaal de foto van de twee dames. Vanaf 7 april helpt de Nederlandse politie in Panama om sporen van Lisanne en Chris te vinden. Een dag later vertrekken ook de ouders voor het eerst naar het Zuid-Amerikaanse land. Ik ben ervan overtuigd dat alles uit de kast wordt gehaald door de autoriteiten hier om ze terug te vinden. Een paar dagen later wordt de zoektocht in Boket afgeschaald. De ouders blijven hoop houden en doen een emotionele oproep. We zijn er wel van overtuigd dat als er een spoor zou zijn in de bergen, deze mannen en vrouwen die gevonden zou hebben. Zaterdag 14 juni vindt een Indiaan een rugzak in deze rivier op 8 uur lopen van Boket. Het is de eerste tastbare aanwijzing van de twee vriendinnen in 2,5 maand. Het is echt een doorbraak voor het onderzoek en het blijft nog even spannend. Vanaf dan volgen de gebeurtenissen elkaar in snel tempo op. Op 19 juni worden schoenen en menselijke resten gevonden. Het materiaal wordt in Panama-stad onderzocht op DNA-sporen. 3 dagen later komt het bericht waar iedereen al bang voor was. Señalarle que hoy en la mañana el Ministerio Público recibió que efectivamente uno de los hallazgos pertenece a la joven Lisanne. Over het lot van Chris is dan nog niets bekend. Tot gisteren, bijna 3 maanden na de verdwijning, het gevonden bekkenbod is van Chris. Ja, we gaan terug naar verslaggever Rick Dogger in Amersfoort. Chris en Lisanne die leven dus niet meer. Hoe groot is de kans, denk jij, dat we ooit te weten komen wat er nou precies is gebeurd? Ja, dat is heel lastig te zeggen. De justitie in Panama heeft officieel nog niet gezegd hoe zij nu verder gaan. En ja, je kunt je voorstellen, daar in de jungle andere temperaturen dan hier. Je weet ook niet hoeveel sporen je daar überhaupt nog terug kunt vinden. Het is onbegaanbaar, het is lastig. Er zijn veel rivieren, is lastig te zeggen. Ja, gaat die zoektocht überhaupt in Panama wel door? Ook nu bevestigd is dat de twee vriendinnen zijn omgekomen. Jazeker, en dat is ook wat de ouders willen. Vanochtend vroeg hebben de ouders een verklaring gestuurd en daarin zeggen ze ook: wij willen dat de zoektocht doorgaat, hoe dan ook. De ouders hebben de afgelopen tijd veel geld ingezameld, is ook voor hun gedaan met allerlei benefietacties. Dat geld is allemaal naar een stichting gegaan. Ja, en daar staat dus nog geld op en met dat geld willen ze de zoektocht bekostigen en willen ze antwoord vinden op de vraag waar we eigenlijk allemaal benieuwd naar zijn. Wat is hen overkomen? Ja, Rick, dankjewel voor nu. En inmiddels is Geert de Bruin bij ons aangeschoven. Hij is geoloog. Geert, jij was begin dit jaar in het gebied waar Chris en Lisanne nu zijn omgekomen. Welkom, fijn dat je bij ons bent. Graag gedaan. Het was volgens mij hemelsbreed 50 kilometer van de plek waar de resten zijn gevonden, waar jij was. Ja. Er wordt gesproken over riviertjes, gammele bruggetjes. Maar hoe gevaarlijk is dat gebied nu? Ik ben zelf ervaren avonturier, noem ik mezelf. En sinds mijn 15e maak ik tochten en doe ik het liefst alleen. En de Kalahari reis ik alleen door. Maar de jungle, daar neem ik echt een gids mee. Daar ga ik echt niet in mijn eentje in. En geeft ongeveer aan hoe moeilijk het is ook om je te oriënteren in die gebieden. Er zit zoveel groen om je heen. Het is gewoon, je bent heel snel gedesoriënteerd en je bent ook heel snel de weg kwijt. En het is heel erg afgelegen, dus je loopt het gebied in. En erin lopen is redelijk makkelijk, maar eruit komen, daar heb je echt gewoon een gids voor nodig en enige ervaring. Ja, want nou hadden zij wel een afspraak, hè? Meisjes hadden wel een afspraak met een gids. Dat had ik ook gewoon. Maar om onduidelijke reden is hij dus niet teruggekomen, maar dat is dus eigenlijk ten sterkste af te raden. Die desoriëntatie, want je loopt daar naar binnen. Hoe kan het dan zo moeilijk zijn om de weg terug te vinden in zo'n jungle? Wat zijn de echt gevaarlijke punten waar je misschien geen rekening mee houdt? Nou, hetgeen is, oriënteren doe je over het algemeen op herkenningspunten zoals bergen, rivieren. Maar er staat zoveel groen om je heen dat je die dingen eigenlijk gewoon heel slecht ziet.
En als je, ook al heb je een goede kaart, en dat heb je meestal niet in die gebieden, dan is het nog steeds voor ervaren mensen ontzettend moeilijk om een kaart te lezen in dat gebied. En je moet dus echt een goed kompas bij je hebben. En dan zelfs nog, je ziet mensen in het leger, die nemen 2 kompassen mee, omdat ze hun richtingsgevoel zeggen, die kant moet ik op, en een kompas zegt die kant. Ja. En dan pakken ze een 2e kompas erbij om te verifiëren of het inderdaad wel de juiste richting is. Ja, het verdwalen is dus eigenlijk zo gebeurd, als het zelfs met die militairen die het gebied waarschijnlijk veel beter kennen gebeurt. Ja. Maar wat doe je als je verdwaalt? Ik bedoel, instinctief raak je denk ik in paniek, maar wat is nou de goede oplossing? De goede oplossing is ten eerste tegen mensen zeggen waar je naartoe gaat. Dus laat van tevoren weten aan iemand in het gebied, ik ga daar en daar heen. Als ik morgen of over een week niet terug ben, sla alarm en ik zit in dat gebied. Dan, op het moment dat het dus gebeurt, ten eerste je moet vroeg vertrekken. Dus het is vroeg licht in de jungle, dus je wil echt om 7 uur op pad. En om rond 1 uur of 3 dan moet je gewoon stoppen. Ook al ben je verdwaald, dan ga je stoppen en dan ga je kamp maken. En want Chris en Lisanne die zijn, voor zover het is, terug in kaart is gebracht, rond het middaguur vertrokken. Ja, dat is relatief laat. Nou weet ik niet precies hoe dat gebied, hoe makkelijk de trail is die ze zijn gaan lopen. Maar over het algemeen wil je zo vroeg mogelijk beginnen. En uiteindelijk is het beste, als je dus niet meer weet waar je bent, blijf zitten waar je zit en ze komen je wel halen. Wat denk jij trouwens dat ze, bedoel, het kan natuurlijk een ongeluk zijn. Ja. Jij, dat geef je aan, je kunt verdwalen. Maar hoe zit het eigenlijk met dieren dan? Wat kan je tegenkomen en zou dat ook een potentieel gevaar kunnen zijn? Ja, er zijn een aantal gevaren. Ten eerste is, je kan gewoon zelf vallen. Ik heb daar ook meegemaakt, we liepen daar in het gebied. Ik ben uitgegleden in de rivier. Nou, het enige wat was voor mij was een nat pak en een gedeukt ego. Maar voor hetzelfde geval kom je dus heel verkeerd terecht. En dan heb je een hele andere dag. Want ja, je kan niet, je hebt geen mobiel bereik, je kan niet even bellen. En dan moet je echt op andere dingen, noodsignalen heb je dan nodig om hulp te halen. En ja, als je dat dus niet hebt, ja, dan zit je al snel in de paniek. En zijn dit soort kleine, want je hebt een kompas meegenomen, ja, en daarnaast een apparaatje, daar kun je zelfs alarmnummers mee bellen op het moment dat het fout gaat. Maar dat gaat via satelliettelefoon en GPS gecombineerd. Is daar makkelijk aan te komen? Zou iedereen dat mee dit moeten nemen? Dit kan je in principe kopen. Nou, doe ik over het algemeen net iets zwaardere dingen dan de gemiddelde toerist. Dus ik zoek het avontuur wat meer op, dus vandaar dat ik zo'n apparaatje meeneem. De gemiddelde toerist zal dat waarschijnlijk niet meenemen, maar dan nog, het kost helemaal niks om mensen te vertellen waar ga je heen. En dat die mensen dus dan actie kunnen ondernemen en je kunnen gaan zoeken. En over het algemeen, blijf zitten waar je zit. En dat is het beste advies wat je dan kan krijgen. Maar denk jij dan toch aan een ongeluk? Het is zeker mogelijk. Het is een moeilijk toegankelijk gebied. Je kan veel gebeuren. De kans op een wild beest is aanwezig. Er zitten jaguars in het gebied. Nou, is de kans dat je die tegenkomt relatief klein. Helaas heb ik er geen gezien. Dat had ik graag willen zien. Nou ben ik wel in het gebied geweest. En ze zetten dus hun territorium af met een geur. En die kan je heel sterk ruiken. Dus je weet zeker dat die beesten er zijn. Maar samenvattend is het wel zo van, op het moment dat je zo'n gebied in gaat, doe je er verstandig aan om een gids mee te nemen en je verdwaalt zo. Ja, en zelfs de gids die wij mee hadden was een uitstekende gids, was een bioloog, die werkte voor de botanische tuinen. Die was een gebied ingegaan wat hij nog niet kende en die was een week weg. En die was dus gewoon een week de weg kwijt. Nou kan hij met je machete en de spullen die hij bij zich heeft gewoon een week in de natuur overleven. Maar zelfs een gids verdwaalt. Maar zelfs een gids kan in zo'n gebied dus niet verdwalen, een week de weg kwijt zijn. Ja. Nou, dan blijft het toch wel een heel moeilijk iets inderdaad. Ja. Geert, dankjewel voor je toelichting. Okay. Zometeen, deze student klust voor een hoog cijfer. En onze Oranje fans steunen elkaar door dik en dun. Ja, het blijft wel rustig in Amersfoort. Nu bekend is dat de veroordeelde pedoseksueel Sietse van der Vee boven een kinderdagverblijf woont. Gisteravond was er eerst een protest op het stadhuis. Ja, en daarna was het ook nog even onrustig bij het appartementencomplex van der Vee. Toen hij naar buiten wilde, moest de politie voor zijn eigen veiligheid ingrijpen. De actievoerders willen dat van der Vee uiterlijk volgende week dinsdag weg is. Ook vandaag is de politie weer zichtbaar aanwezig bij het appartementencomplex aan de Puntenburgerlaan. En dat die agenten er niet voor niet zitten bleek gisteravond, toen een groep jongeren voor de ingang van het gebouw stond. Sietse van der Vee liet zich zien en dat leidde tot spanningen. Actievoerder van het eerste uur Anita Horseling maant vandaag iedereen tot kalmte. Het blijft altijd kleine menigte houden wie daarheen gaan. Dat willen we dus absoluut niet. Het is gewoon echt, hou het rustig, wacht even af tot dinsdag. En ja jongens, we moeten hier vertrouwen in hebben. Hun hebben vertrouwen in ons, wij moeten echt vertrouwen in hun hebben. Bij het gemeentehuis gingen de boze bewoners gisteravond opnieuw demonstreren.
En daar werd duidelijk dat de aanwezigheid van Sietse van der Vee nooit zal worden geaccepteerd. Hé, hey, niet langer dan 2 weken. Niet zeuren, gewoon je werk doen. We moeten rustig blijven. Jongens, nog geen geweld. We kunnen nog geen geweld gebruiken. We moeten de kans geven om het op te lossen. We gaan nu niet rellen. Burgemeester Bolsius wil niet reageren op het relletje voor het appartementencomplex gisteravond. Maar heeft de bewoners gevraagd hem tijd te geven om naar een oplossing te zoeken. De bewoners gaan daarmee akkoord. Maar als er volgende week geen doorbraak is, worden de acties harder. Ik hoop dat het niet zo ver hoeft te komen. Ik hoop dat gewoon dinsdag dan te horen krijgen van nou, we hebben een oplossing gevonden. Dit gaan we doen. Interviews geeft Bolsius niet vandaag. Gisteren kwam er wel ineens een extra aflevering van zijn videodagboek op de site van de gemeente te staan. Daarin vertelt hij dat onder meer geprobeerd is van der Vee andere woonruimte aan te bieden. Nou, tot op heden heeft hij daar nog niet de conclusie uitgetrokken dat hij zou kunnen verhuizen. Van der Vee is alleen bereid te verhuizen als hij er zelf niet slechter van wordt. En hij trekt zich weinig aan van de demonstraties. Zo zei hij gisteren in U Vandaag. Iedere keer hetzelfde soort mensen, de tokkies, die vooraan staan en lopen te schreeuwen. Terwijl ze niet eens weten waar het over gaat. En ze waarschijnlijk zelf meer boter op hun hoofd hebben dan ik. Horseling heeft de beelden gezien, maar laat zich door Van der Vee niet provoceren. Hij is op zoek naar de media, hij zoekt aandacht. Dus ja, weet je, ik denk dat we daar niet te veel op in moeten gaan. Dit is wat hij wil en hij heeft niks te willen. Wat wij willen, dat moeten we doorzetten. Hij moet weg. Ja, de actievoerders die vinden de onrust die ze zelf veroorzaken rond het appartementencomplex trouwens wel vervelend voor die andere bewoners. Maar dat gaan ze later goed maken. Op woensdag hebben we het altijd over misdaad. En dit keer met onze Marjolein Heijer van bureau Hengeveld. Ja, we beginnen met een vervelende zaak. Een verkrachting na de wedstrijd, de eerste WK-wedstrijd van Nederland tegen Spanje in Utrecht. Wat is daar precies gebeurd? Ja, een 24-jarige vrouw had inderdaad voetbal gekeken bij vrienden. Nou, op een gegeven moment feestje gevierd. Hè. We hadden gewonnen, 5-1 van Spanje. Dus zij gaat naar de tramhalte om naar huis te gaan. Maar ja, het was 5:30 ochtends, dus die tram die reed nog niet. Dus toen een auto aankwam rijden en haar een lift aanbood, ja, toen ging ze daarop in. En er zijn ook beelden van die auto. Dat is die auto links in beeld, die lichte Opel Corsa, vermoedt de politie. Daar stapt ze zo meteen in. De politie is ook op zoek naar de inzittende van de auto rechts in beeld, boven in beeld. Die rijdt nu weer weg, want die zouden ook iets tegen de vrouw hebben gezegd. En wie weet kunnen zij iets meer over die dader vertellen, die verkrachter. Ja, want die gaat dus nu weg met haar in die auto, maar hij gaat helemaal niet naar haar huis. Nee. Maar naar de oostkant van, of naar de rand eigenlijk van de stad. Ja, hij gaat naar een afgelegen plek en daar wordt zij dus misbruikt en ook nog achtergelaten. Hij gaat er weer vandoor. Dus ja, die vent die moet natuurlijk gepakt worden. Zij heeft wel een signalement kunnen geven. Nu zijn er die beelden van die auto, dus hopelijk levert dat nog meer tips op voor de politie. Ja, die man moet zo snel mogelijk gepakt worden natuurlijk. Dan in de Meren, een heel ander verhaal. Er is een boot met een oplegger gestolen en dat gebeurde bij de woning. Alleen die eigenaar die heeft dat allemaal gefilmd. Ja, die heeft blijkbaar goede bewakingscamera's aan zijn huis hangen. Ja, die aanhanger stond aan de Marenlaan. Maar goed, de dieven die hebben een kettingslot doorgeknipt en hebben die wagen met die boot achter de auto gehangen. Nou, er zijn dus beelden van. Dus wie weet herkent iemand deze auto. Dit is de auto van die daders. Nou, we zien een mannetje net even snel in beeld. En straks rijden ze weg en hebben ze die boot gewoon meegenomen. Nou, die eigenaar is natuurlijk heel erg boos. Heeft deze beelden gelijk aan de politie gegeven. En nou ja, hopelijk levert dat wat op, hè? Nou ja, het is nog fijn dat hij die beelden heeft. Ja. Dat mag maar wat opleveren, hoop ik. Je hebt ook nog andere beelden, ook bewakingsbeelden van uit een winkel. Ja, ja, klopt. Dat zijn twee mannen. Die zien we ook nog op beelden. Daar zijn ze. Die zie je goed. Die zien we goed, hoor. Ja, die tweede meneer is gewoon een andere klant. Maar die meneer die in zijn reisjas nu binnenkomt, hoort er ook bij. Ze gaan een drankwinkel binnen, een slijterij. En lopen redelijk gericht naar achter in de winkel om een fles whisky te pakken. Niet de minste. Het is een fles Johnny Walker Blue Label. Ik ben geen kenner. Die zijn duur. Hij is €200. Hoeveel? 200. En nou ja, die grijze meneer die stopt hem onder zijn jas. En ze gaan weer lekker naar buiten om een drankje te drinken, denk ik. Nou, die willen we waarschijnlijk ook opgepakt hebben. Ik ben benieuwd of die fles nog vol zit. Of niet. Marjolein, dank je wel. Ja, dan gaan we verder met Utrecht nieuws uit andere media. De Albert Heijn in Vinkeveen, die heeft, ja hoor, dat hebben we weer, camerabeelden op
Facebook gezet. Ja, het had zo in bureau Hengeveld kunnen zitten. Ja. Het is een filmpje van drie jongens die zich misdragen in de supermarkt. Hier zien we ze. Een van hen slaat producten in de schappen. Daar schopt hij, slaat hij tegen. Ja, en verder lijkt het erop dat ze vooral in een baldadige bui zijn. Dat gebeurde allemaal gisteravond iets voor 10 uur. Maar de Albert Heijn daar in Vinkeveen is niet blij met het hele gebeuren en zoekt getuigen. Want ja, dan kunnen ze op een veel makkelijkere manier aangifte doen bij de politie. Ja, dan is het vandaag precies 50 jaar geleden dat de beroemde architect Gerrit Rietveld overleed. En de laatste dagen van zijn leven bracht hij door in zijn beroemde creatie, het Rietveld-Schreuderhuis. Vandaag, op zijn 50ste sterfdag dus, zou het nieuwe schoolgebouw van het Gerrit Rietveld College in Utrecht worden geopend. Maar dat kan dus helaas niet doorgaan. Want het pand, ja, dat heeft diverse gebreken en daarom is het niet veilig. Het is nu nog onduidelijk wanneer het nou wordt geopend. Ah, jammer. De nieuwsbode in Zeistan die schrijft over de bijzondere ezel Dinky en zijn verzorger Nico. Dinky is een mediterrane mini-ezel met een pittig karakter. En op de ezelsociëteit waar hij woont zijn de vrijwilligers en de andere ezels eigenlijk een beetje bang voor hem. Maar wat blijkt na onderzoek, blijkt het zo te zijn dat Dinky autistisch is. En de enige die met hem om kan gaan is verzorger Nico. En de twee hebben door de jaren heen zelfs een speciale band opgebouwd die dan weer beschreven staat in de lokale krant. Mooi. Ja, steeds meer leerlingen hebben grote moeite om een stageplaats te vinden. In Utrecht hebben ze daar iets op gevonden. Woningcorporatie Portaal laat leerlingen klussen in hun huizen. Ja, en tijdens die stage krijgen ze deskundige begeleiding en dan leren ze natuurlijk een heleboel. En Portaal die krijgt de opgeknapte woningen voor terug. En het wordt nog mooier. Het is ook de winnaar van de keuze van de kijker. Portaal werkt samen met Wijkbedrijf Utrecht. Die organisatie levert werklozen, VMBO en MBO-leerlingen. Hier in de Kneppelhoutstraat in Utrecht werken 6 MBO-leerlingen aan 2 huizen van de woningcorporatie. Ik maak een klein mengsel van cement, vloeren, egalisatie. Thijs is een van die MBO-leerlingen die via school aan een stageplek is gekomen. Zelf moesten we ook stageplekken zoeken, maar dat is lastig in deze tijd. Portaal vindt dit een win-win situatie. Huizen worden opgeknapt en jongeren leren het vak. Want voor Portaal is het ontzettend belangrijk dat er vakmensen blijven. Het aantal jongeren wat een ambacht kiest, om het nog maar even zo ouderwets te noemen, dat is niet zo heel erg groot. En als ze er dan zijn, dan moet ze het vak ook echt kunnen leren. En dan kan je zien of je rechtgezag hebt. En als je dat zo, als je hem zo bekijkt, wat gebeurt er dan? Leerlingen worden allround opgeleid, zodat ze later in de bouw terecht kunnen. Ze zijn verantwoordelijk vanaf de sloop tot de oplevering. En dat is een hoop verantwoordelijkheid voor een stagiair. Op zich wel. Maar ja, je wordt goed begeleid. En dat je veel moet je zelf uitvogelen, dat je er zelf achter komt achter dingen. Uitwendig en verstek. De stagebegeleider kijkt of alles goed gaat. Ik controleer, maar het is niet zo dat ik de hele tijd bovenop hun neus zit. Dat doe ik alleen in het begin. Daarna moeten ze zelfstandig werken. Doordat er met stagiaires wordt gewerkt, is een oplevering vaak wat later dan wanneer een aannemer het doet. Er zitten twee verschillende belangen bij. Aan de ene kant heb je een deadline waar het aan moet voldoen. Het moet aan alle bouweisen voldoen. Het moet mooi zijn. Maar aan de andere kant moet het ook gewoon niet het leerproces in de weg staan. Dan moet het zorgen dat we geen goedkope arbeidskrachten worden. En ook de stagiaires zijn tevreden over hun werkervaring. Heel veel worden in een grote bouwplaats neergezet. En dan, ja, dan word je meestal gebruikt. En sjouwen en verder niks. Als de huizen af zijn, gaan ze in de verkoop. Het werkbedrijf Utrecht zet trouwens niet alleen leerlingen en werklozen in de bouw, maar ook in andere sectoren zoals onder meer de zorg. Nou, dan gaan we eens kijken naar de keuzes voor morgen. Marie, wat heb je voor ons uitgekozen? Nou, we kunnen allereerst naar een veilinghuis in Amersfoort, waar allerlei werk van Herman Brood onder de hamer gaat. En een van de topstukken is een beschilderde Jaguar. Maar we kunnen ook een kijkje nemen bij het UMC, waar zorgmedewerkers hun beroep vieren. Ja, dat kan ook. Ze laten dan honderden ballonnen op met daaraan een hele bijzondere wens. En tot slot kunnen we langs in het Soesterkwartier in Amersfoort. Daar is een wel heel bijzonder personeelsuitje. Ruim 350 medewerkers van een groot bedrijf timmeren bijenkasten en in elkaar. En ze klussen ook op een school. Dus één van de drie kan het worden. Topstukken van Herman Brood of bijzondere wensen van het personeel van het UMC. Of het maatschappelijk verantwoorde personeelsuitje. Stem op rtvutrecht.nl en doe dat dan voor morgen vroeg 9 uur.
Over 4 dagen dan speelt Nederland die belangrijke wedstrijd tegen Mexico voor een plek in de kwartfinale van het WK. Wij volgen de grootste oranje fans uit Utrecht en Amersfoort. En ja, nu we wat verder in het toernooi komen, leren we de fans ook steeds beter kennen. Want het gaat lang niet altijd alleen maar over voetbal. Oranje dat ons hart steeds raakt, de kleur van alle glorie. De leeuw staat voor zijn helden en gaat voor niemand aan de kant. De koning van de velden, dus juich, juich, juich voor Nederland. En ik hoop gewoon dat jullie een hoop vangen vanavond. Ja. Vorige week heet, ja, wat hadden jullie, 1200 gram? Net zo vaak als over het WK gaat het bij Theo en Edwin over vissen. Het is een gemeenschappelijke hobby waar ze geen genoeg van kunnen krijgen. Je zit dan eventjes, ja, zo met z'n tweeën, of we zitten nog wel eens met meer mensen, weet je wel. Maar gewoon rustig aan het vissen en dan hop, en een beetje dolen, een beetje lachen. Edwin is kind aan huis bij Theo en voetbal kijken in zijn oranje paleisje is vaste prik. Ja. Ik voel me echt welkom hier en ja, het is gewoon, ja... Dat zijn gewoon ja, hele aardige mensen gewoon. En het is een feestje, hè? En het is altijd een feestje. Ik ken ze allemaal. Ik ben, ze accepteren me hoe ik ben. Ja. En dat is voor mij het belangrijkste wat er is. Edwin komt 6 jaar geleden in een rolstoel terecht nadat hij tijdens een schilderklus meters van een steiger naar beneden valt. Ik weet wel dat ik erop klom. Zo'n vierde steiger, hoe het moet eigenlijk. En mijn maatje komt erop en toen zijn we gevallen en meer weet ik niet. Edwin wordt wakker in het ziekenhuis. Een dwarslesie is de diagnose. Hij zal nooit meer kunnen lopen. Toch blijft hij positief. Er lag een man tegenover mij en die had precies hetzelfde. En ik zei tegen die dokter, ik zeg, nou, dan krijg ik ook zo'n mooi karretje als die man heb. En ik heb het toen... in één keer geaccepteerd. Edwin kan de meeste dingen nog gewoon zelf. Maar soms heeft hij bij het vissen een beetje hulp nodig. En dan staan zijn vrienden voor hem klaar. En als ik ergens niet kan zitten, dan maken ze wel een plekje voor me. Want dan leggen ze stenen neer. Dan kan ik daar kunnen ze voorop zitten. Ja, dat is echt heel goed geregeld dit. Ja, Edwin en Theo steunen elkaar door dik en dun. En dat zal altijd zo blijven. Weet je, het is, ik liep. Maakt niet welke. Toen ik hem kon, liep ik gewoon, weet je wel. Ja. Nou heb ik dat ongeluk gehad en ik ben nog steeds welkom hier. En dat is voor mij heel belangrijk. Doe rustig aan en we spreken maar. Ik ben wel een motormuisje. Ja. Hé, hey, later Theo. Hoi. Ja, voor Nederland. Ja, en morgen dan hebben we weer een nieuwe aflevering van onze WK-show. En dan gaan we naar Amersfoort het water op. Leuk. Krijgt u tot slot nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Soms klaart het even op en bij een zwakke noordoostenwind koelt het uiteindelijk af tot een graad of 10. Morgen flinke periode met zon, later afgewisseld met wat stapelwolken. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. De dagen daarna ziet het er toch wat minder goed uit. Dan overheerst de bewolking en valt er geregeld een bui. De temperatuur ligt dan steeds rond de 20 graden. En zometeen dus bureau Hengeveld met Marjolein. Marjolein, wie zit er zo naast je? Dat is Thomas Aling van de politie. Natuurlijk over die verkrachting in Utrecht, maar ook over een zware mishandeling na een verkeersruzie. En het slachtoffer doet zometeen zijn verhaal. Succes zometeen. En voor ons zit het er nu op. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. Ja, en wij zijn er morgen weer. Heel graag tot dan. Graag tot dan.